We zijn hier dus op de 61ste kermis, Herenstraat en Zijstraten. De kermis op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag vandaag afsluitend. Eigenlijk een beetje tegenslag door de weersomstandigheden, maar daar kan een feestcomité als Herenstraat en Zijstraten zeker mee om. Vooral dat zij toch wel een ongelooflijk aantal goede en vaste sponsors hebben over de vele jaren. En vandaag, onder een schitterende blauwe hemel, eindigen we onze 61ste kermis met een sportnamiddag. De run van de 10e run van, zal ik zeggen, gesponsord door Volvo Jacobs en kantoor Johan Geurts. Die 10e run is nu, Sevens gaat nog de 10 kilometer krijgen. De kids run en de 5 kilometer is al achter de rug. En dan deze avond eindigen wij met onze 17e keer, onze traditionele veteranenkoers om 18 uur over een schitterend parcours en gewoonlijk over topsnelheden van oude coureurs en wielertoeristen vanaf 18 uur. En deze avond dan afsluitend doen wij vanaf 21 uur tot 24 uur en dan wordt de tent gesloten, hebben we Dimi en de kasten. Ik denk dat de Herenstraat en Zijstraat, vooral het feestcomité, mag terugblikken op een ongelooflijk goede werking en ik wens ze in naam als oud lid van de feestcomité Herenstraat en Zijstraat nog een schitterende avond, maar vooral nog veel succes en op naar hun 62ste jaar. Ja, de kop open. Dezelfde op kop op de vijfde plaats op het einde van de tweede ronde voor dit groepje. Iemand hier het einde van de tweede ronde voor jonge gast. Ja, jonge dame, einde van de tweede ronde. De loopwedstrijd was picobello georganiseerd. Met een bevoorradingsplaats voor een koele slok water onderweg. Mevrouw Geurts, toneurs waarnemen. Geef ze een applaus. 3, 2 en 1 bij de dames. En mevrouw Geurts natuurlijk als sponsor van deze loop. En dan was het de beurt aan de heren. En als afsluiter van de loopwedstrijden was er nog de start van de 10 kilometer. In afwachting van de doortocht van de lopers zou men toch nog maar een lekker pintje drinken. En het zou zeker het laatste niet zijn.